Hey, welkom bij een nieuwe video. Grotten zijn door de geschiedenis heen van groot belang geweest voor mensen omdat ze dienden als veilige schuilplaatsen. Sommige grotten zijn echter zo enorm groot en mysterieus dat ze zelfs de dapperste onder ons de rillingen kunnen bezorgen. Vandaag laten we je de 30 engste dingen zien die zijn gevonden in grotten. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 30. De Nutty Potty Cave, een grot in de staat Utah in de Verenigde Staten, werd in 2009 permanent gesloten vanwege enkele tragische gebeurtenissen. Deze grot heeft smalle gangen die zich uitstrekken over een lengte van 430 meter en het is erg krap om er doorheen te komen. Sommige gangen hebben zelfs lastige bochten waar je bijna niet doorheen past. Ondanks de uitdagingen hebben avontuurlijke mensen geprobeerd de grot te verkennen. Zoals je misschien al kon raden, liep het niet altijd goed af. In 2009 moest de grot worden gesloten omdat een man genaamd John Jones, die destijds 26 jaar oud was, vast kwam te zitten in een gang en er niet meer uit kon. Nummer 29. De Cueva de las Manos, ook wel bekend als de God van de Handen in Santa Cruz, Argentinië, ziet eruit alsof je in een mysterieuze film bent beland. In deze grot bevinden zich namelijk honderden oude handafdrukken die op de rotsen zijn geschilderd. Wat het extra fascinerend maakt is dat deze handafdrukken tussen de 13.000 en 9500 jaar geleden zijn gemaakt door mensen die duizenden jaren voor ons leefden. Naast de handafdrukken kun je ook de afbeeldingen van dieren en jachtscènes op de rotswanden bewonderen, wat eruit ziet als een prehistorisch kunstwerk. Het mysterieuze aan deze grot is dat niemand weet wie deze handafdrukken heeft gemaakt of waarom ze dat deden. Het blijft een raadsel waar archeologen en onderzoekers over speculeren. Misschien waren het rituele symbolen, misschien waren ze een manier om kennis door te geven, of misschien gewoon een artistieke uiting van de mensen van toen. Nummer 28. In 2014 plaatste een man genaamd Kenny Feach een opmerking onder een video met de titel Zoon van een technicus bij Area 51. In die opmerking vertelde hij dat hij tijdens een wandeling bij de Nellis Air Force Base in Las Vegas een geheime god had ontdekt. De ingang van die grot zag eruit als de letter M. Kenny beweerde dat toen hij de grot binnenging zijn lichaam begon te trillen en hij in paniek raakte. Hij rende snel weg omdat dit een van de vreemdste dingen was die hem ooit waren overkomen. Mensen in de reacties werden nieuwsgierig en moedigden hem aan om terug te gaan en dit fenomeen en een rare grot te onderzoeken en te filmen. Maar één opmerking viel op. Iemand waarschuwde hem om niet terug te gaan omdat hij misschien niet meer zou terugkeren. Kenny negeerde deze waarschuwing en ging twee keer terug naar de grot. Helaas keerde hij na zijn laatste bezoek nooit meer terug. Enkele dagen later vonden de autoriteiten alleen zijn telefoon. Wat denk jij dat er met Kenny is gebeurd? Nummer 27. In 1968 ontdekte een groep Russische mannen een grot in het Absakia-gebied in Georgië. Deze grot, die de Veryovkina-god werd genoemd, staat nu bekend als de diepste god ter wereld met een ongelooflijke diepte van 2212 meter. Het is bijna onmogelijk om de hele god te verkennen vanwege zijn enorme omvang. Een team van onderzoekers ging de god binnen om de nacht door te brengen en het prachtige turquoise meer te bewonderen. Tijdens hun verkenning ontdekten ze ook gigantische kristallen die maar liefst 50.000 jaar oud waren en waarin bacterieel leven was te vinden. Echter, op een gegeven moment hoorden ze een angstaanjagend geluid dat leek op een brul. Plotseling begon de grot hevig te schudden alsof er een krachtige aardbeving plaatsvond en een deel van de grot werd snel overspoeld door water. Gelukkig slaagden de onderzoekers erin te ontsnappen, maar ze moesten veel van hun uitrusting achterlaten om veilig weg te komen. Nummer 26. De mysterieuze Mammoth Cave staat om een aantal redenen bekend. Allereerst is het 's werelds langste grottenstelsel met een verbazingwekkende lengte van 640 kilometer en een doolhof van verschillende gangen. Wat deze grot echter nog interessanter maakt is het verhaal van H.P. Lovecraft dat het behoorlijk eng maakt. Zo'n 4000 jaar geleden waren het prehistorische indianen die voor het eerst deze grot binnengingen en hun geliefden begonnen te begraven binnen de diepe gangen. Voor wel 2000 jaar lang was de grot een plek die regelmatig door de indianen werd bezocht, totdat hun aanwezigheid plotseling stopte. Sommige mensen beweren dat er vreemde gebeurtenissen plaatsvonden in de grot en dat de geesten ronddwalen. Er wordt zelfs een verhaal verteld over een man die beweerde te zijn achtervolgd door een wezen met menselijke trekken, maar ratachtige klauwen en zwarte ogen. Nummer 25. Een Tommyknocker is een wezen uit de Keltische mythologie dat lijkt op een kabouter.
Volgens de legende is het de geest van een overleden mijnwerker uit Cornwall, Engeland. Deze wezens zouden mensen die verdwaald raakten in de grotten naar hun ondergang leiden. Er zijn in de loop der jaren talloze meldingen geweest van ontmoetingen met Tommyknockers en soms zouden ze ook angstaanjagende klopgeluiden maken. Er wordt gedacht dat deze klopgeluiden kunnen waarschuwen voor instortingsgevaar in de grot. Anderen suggereren dat Tommyknockers de lichten, het eten en het gereedschap van mijnwerkers stalen. In 1990 beweerde een lokale gids dat hij lastig werd gevallen door een Tommyknocker in de grot en mensen liet struikelen. Nummer 24. Er zijn maar weinig enge verhalen uit de Amerikaanse geschiedenis die zo bekend en griezelig zijn als het verhaal van de Belwitch Cave. Deze grot bevindt zich in Adams, Tennessee in Verenigde Staten en strekt zich uit over een lengte van 150 meter. Voor velen is het betreden van deze grot een angstaanjagende gedachte. De reden hiervoor is de verbinding met de Belwitch, een geest die naar verluid toebehoorde aan een vrouw genaamd Kate Bates. De grot ligt op het land van de familie Bell, die beweert jarenlang te achtervolgd te zijn door deze geest. De Belwitch zou hen 's nachts wakker houden en volgens het verhaal werd John Bell, de vader van het gezin, vergiftigd door de geest. Zelfs de Amerikaanse president Andrew Jackson ondernam ooit een poging om een nacht door te brengen op de boerderij van de familie Bell, maar hij hield dit niet lang vol. Nummer 23. Christian Lascaux is een avontuurlijke grottenverkenner die in 1986 een opmerkelijke ontdekking deed in de Doobruța-regio van Roemenië. Tijdens zijn wandeling stuitte hij op een opening van een grot die meer dan 5,5 miljoen jaar afgesloten was geweest van de buitenwereld. Deze grot kreeg de naam de Mofil Cave en bleek een van de meest giftige plekken op aarde te zijn. De Mofil Cave is uniek omdat het ecosysteem gebaseerd is op chemosynthese, wat betekent dat organismen hier kunnen overleven zonder zonlicht. Deze mysterieuze grot heeft zelfs een eigen unieke ecosysteem gecreëerd waarin wetenschappers maar liefst 57 verschillende soorten hebben ontdekt, waaronder duizendpoten. Hoewel het een buitengewoon fascinerende plek is, is de Mofil Cave zo giftig dat teams van onderzoekers er slechts maximaal 3 uur kunnen blijven. Je moet dus voorzichtig zijn vanwege de extreme toxiciteit van de omgeving. Nummer 22. De Catskills Crown verwijst naar een mysterieus artefact dat werd ontdekt door 2 wandelaars in de Catskill Mountains in New York. Dit artefact, een met de hand gesneden standbeeldje met 6 roestige spijkers in de ogen en een koord om de nek, werd gevonden in een kleine grot. Ondanks enige aarzeling besloten de wandelaars het standbeeldje mee te nemen. Later kreeg publieke aandacht nadat het was gekocht door Greg en Dana Newkirk, paranormale onderzoekers die het opnamen in een reizend museum van het paranormale en occulte. De Newkirks hebben verschillende bovennatuurlijke voorvallen gemeld die in verband worden gebracht met het artefact, waardoor het bekend is geworden als een mogelijk bezeten object. Deze incidenten hebben geleid tot verder onderzoek naar de oorsprong van het standbeeldje en de aard van de fenomenen eromheen. Nummer 21. Bracken Cave, gelegen aan de noordelijke rand van San Antonio in de Verenigde Staten, herbergt naar verluid de grootste kolonie vleermuizen ter wereld. Als je voor het eerst naar deze grot kijkt, zou je nooit vermoeden wat zich binnenin afspeelt, maar het kan je nachtmerries bezorgen, althans voor sommigen. In de zomer vliegen hier meer dan 15 miljoen Mexicaanse vleermuizen rond de grot. Sommige onderzoekers beweren dat er wel 500 vleermuizen per vierkante meter kunnen zijn. Hoewel dit misschien eng klinkt, hebben de vleermuizen een positieve kant. Ze helpen namelijk om al het ongedierte in de buurt op te eten. Met speciale toestemming kun je ook een rondleiding krijgen om deze fascinerende vleermuizen te bezoeken. Er is niets dat kan tippen aan het zien van miljoenen vleermuizen die bij zonsopgang uit de duisternis van de grot tevoorschijn komen om daarna 's nachts op jacht te gaan. Nummer 20. Heb je ooit gehoord van de Lovelock grot in West Nevada? Deze kalkstenen grot was de perfecte hangout voor de eerste bewoners dankzij de natuurlijke bescherming en volop eten en water. Onderzoek wijst uit dat mensen hier al rond 3000 voor Christus neerstreken en sindsdien is de grot door allerlei groepen gebruikt. Opgravingen in de 20e eeuw onthulden een heleboel vreemde en bizarre vondsten. Onder die vondsten zaten bijvoorbeeld verhalen over roodhaarige reuzen. Ja, je hoort het goed, reuzen. Er gaan geruchten dat hun gemummificeerde resten in de grot zijn gevonden. En dat is nog niet alles. Er waren ook prehistorische sandalen, eendelokvogels van geweven riet en nog veel meer gekke dingen. Het lijkt erop dat de Lovelock grot duizenden jaren een thuis was voor de oorspronkelijke bewoners.
De reuzen zouden ook lang en sterk zijn geweest, met vuurrode haren en zelfs 6 vingers aan elke hand en 6 tenen aan elke voet. Al is er geen concreet bewijs van hun bestaan, vragen veel mensen zich af of er misschien toch een kern van waarheid in deze legende zit. Sommige mensen geloven zelfs dat dit mysterieuze ras van reuzen op een dag door de inheemse Amerikaanse stammen is verslagen. Nummer 19. Duhuatlacoatl, een verborgen wonder diep in de berg van Oaxaca in Mexico, werd in 1967 onthuld door de Amerikaanse godverkenner Phil Smith. Dit gigantische grottenstelsel met meer dan 60 kilometer aan kronkelende paden en passages die wel 300 meter diep duiken, staat bekend als een van de meest uitdagende grotten ter wereld. Binnenin dit onderaardse rijk vind je reusachtige stalactieten en stalagmieten, sommige wel 3 meter lang, die elk jaar een beetje meer groeien. Het is ook de plek waar je kennis kunt maken met Stygolobromus higoalescensis, een unieke garnaalsoort die zich heeft aangepast aan het leven in complete duisternis in het ondergrondse meer. Maar laat je niet misleiden door de schoonheid van dit grottenstelsel, het verkennen ervan is geen kinderspel. De grot is bezaaid met smalle kloven, diepe afgronden en onderwaterpassages die zelfs de meest doorgewinnende avonturiers op de proef stellen. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt het ook bewoond door enkele van de gevaarlijkste wezens van de regio, inclusief giftige spinnen en vleermuizen. Nummer 18. De Aktun Tunchineelmuknalgod was een goed bewaard geheim tot in de jaren 80, toen Britse ontdekkingsreizigers per toeval op de ingang stuitten tijdens hun zoektocht naar een oude Maya-begraafplaats. Meer dan een millennium, van rond 700 na Christus tot de Spanjaarden voet aan wal zetten in de 16e eeuw, was deze god een belangrijk onderdeel van de Maya-cultuur. Verstopt in het Cayo-district van Belize trekt de ATM-god avonturiers van over de hele wereld aan. Het is niet zomaar een god, het was een heilige plek voor de Maya's, gebruikt voor rituele offers om de goden tevreden te stellen. De Maya's geloofden dat deze god een doorgang bood naar de onderwereld en dat ze door middel van offers en rituelen konden spreken met de goden om zo voorspoed en welzijn voor hun volk te waarborgen. Deze heilige ceremonies werden vaak geleid door shamanen of priesters die de gekozen offers begeleiden op hun laatste reis. Vandaag de dag kunnen bezoekers van de god de sporen van deze oude praktijken nog zien, inclusief de resten van vele offers. Het meest opvallend is misschien wel de kristallen maagd, een jong meisje wiens botten door de tijd heen zijn verkalkt, waardoor ze een schitterende verschijning in het duisternis van de god heeft gekregen. Nummer 17. Diep in het hart van het afgelegen Malheur National Forest in Oregon, verborgen tussen de dichte bomen en het fluisteren van de wind, ligt de Malheur Grot, een plek gewikkeld in mysterie en gefluisterde verhalen. Dit is de plek waar de schaduwen fluisteren over een geheime samenleving van vrijmetselaars die er in het verborgene samenkwamen. De oorsprong en de doelen van deze geheimzinnige bijeenkomsten zijn ingesloten in de nevelen van de tijd met enkele lokale legendes die ons een glimp bieden van wat er zich mogelijk heeft afgespeeld. Er wordt gefluisterd dat de vrijmetselaars hier samenkwamen om oude rituelen en ceremonies uit te voeren, ver verwijderd van de buitenwereld die niets mocht weten van hun geheimen. Sommigen geloven dat ze bijeenkwamen om over sferische zaken te praten, beschermd tegen de nieuwsgierige blikken van de buitenwereld. Anderen zeggen dat de god een toevluchtsoord was voor het beoefenen van duistere en sinistere magie met de hulp van onbekende bovennatuurlijke krachten. Vandaag de dag kunnen de moedigen onder ons de mysterieuze en haast buitenaardse sfeer van de Malheur-god zelf ervaren. De echo's van het verleden hangen nog steeds in de lucht, terwijl de schaduwen dansen op de oude muren. Nummer 16. Diep verscholen bij de bruisende Niagara Falls, precies op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada, schuilt een mysterie dat de meeste avonturiers doet huiveren. We praten niet over de verbluffende hoogte of de diepe afgrond die je verwelkomt bij een misstap. Nee, er is iets griezeligers aan de hand. In de schaduw van deze natuurlijke wonderen, verborgen voor het oog van de gewone voorbijganger, ligt een god van de kwade geest. Deze natuurlijke god draagt er vooral met zich mee dat de haren op je armen doen rijzen. Er wordt gezegd dat deze plek bezeten is door een kwade geest, een aanwezigheid zo intens dat bezoekers het niet kunnen negeren. Een legende vertelt ons dat de kwade geest ontwaakte door de bouw van een waterkrachtcentrale bij de Niagara Falls. De god dient als een portaal, een deur naar onze wereld waar langs de geest zijn furie kan loslaten op nietsvermoedende zielen. Nummer 15.
In de schaduwen van Jackson County, Alabama, ligt een plaats zo doordrenkt van mysterie dat zelfs de dapperste zielen aarzelen om haar diepte te betreden. Naamloze god 19, zo genoemd vanwege haar verborgen oorsprong en het ontbreken van een duidelijke ingang. Deze god, gehuld in een eeuwig duister, staat bekend om zijn spookachtige ambiance die zelfs de meest sceptische bezoekers doet sidderen. Maar wat de rillingen over je rug jaagt is niet alleen de onheilspelbare stilte of de kille lucht die er heerst. Het is het wezen dat in de schaduwen schuilt. Verborgen in de diepste krochten van een grot woont een reusachtig wezen dat meer dan 3 meter lang is. Sommigen fluisteren dat het de ziel is van een inheems Amerikaanse krijger, vervuld van woede en verdriet, die stierf terwijl hij zijn land verdedigde tegen indringers. Anderen beweren dat het de verloren geest is van een ontdekkingsreiziger wiens nieuwsgierigheid zijn ondergang werd voor eeuwen gevangen in het stenen labyrint. Nummer 14. Diep in het hart van County Killarney in Ierland ligt de Dunmurgod, een plek die zowel fascinerend als een beetje griezelig is. Deze eeuwenoude god, gevormd door de kracht van oplossend zuur grondwater dat kalkstenenrotsen wegat, onthult de verborgen wereld van ondergrondse tunnels, geheime doorgangen en verborgen kamers. Binnen in de god word je begroet door een betoverend schouwspel van stalactieten en stalagmieten die groeien uit de druipende mineraalafzettingen en andere rotsformaties die zijn gebeeldhouwd door stromend water. Er is zelfs een ondergrondse rivier die fluisterend zijn weg vindt door de diepte van de god. Maar Dunmer Cave staat niet alleen bekend om zijn natuurlijke schoonheid. De god is namelijk omgeven door fluisteringen van geesten van mensen uit lang vervlogen tijden die hier een tragisch einde vonden. Hun aanwezigheid maakt de god tot een plek vol donkere legendes en mysterieuze verhalen. Een van de meest huiveringwekkende gebeurtenissen uit de geschiedenis van de god vond plaats in de 10e eeuw. Toen zochten meer dan 1000 mensen hun toevlucht in de veilige duisternis van Dunmore, alleen om op brute wijze te worden afgeslacht door Vikingplunderaars. Jaren later werden de botten van deze ongelukkige zielen ontdekt in een put, een stille getuige van de horror die zich hier heeft afgespeeld. Nummer 13. Verstopt in de uitgestrekte Great Basin Desert van Nevada rust een verhaal dat zo oud is dat het bijna vergeten was door de tijd. In de diepte van de Spirit Cave werd een ontdekking gedaan van een mummie zorgvuldig gewikkeld in geweven riet dat een 9400 jaar oude getuige is van een lang vervlogen tijdperk. Deze mummie is een van de oudste en best bewaarde overblijfselen ooit gevonden in Noord-Amerika en bood een zeldzame blik in het leven en de cultuur van de mensen die ooit dit barre landschap bewoonden. Echter, rondom de Spirit Cave hing een sluier van mysterie en controverse. Nadat de mummie in de jaren 40 was ontdekt, bracht de archeoloog hem naar een museum waar hij decennia lang verborgen bleef voor de wereld. Maar in de jaren 90, in een tijd van verandering en erkenning, werd de mummie teruggegeven aan een lokale inheemse gemeenschap als een gebaar van respect en herstel. Het verhaal van de Spirit Cave mummie eindigde daar echter niet. In 2017 blies nieuw onderzoek leven in het verhaal van deze oude bewoner van de aarde. Uit de analyse bleek dat de mummie waarschijnlijk verwant was aan de inheemse groepen die nog steeds in het gebied wonen. Nummer 12. In het hart van Steamboat Springs, Colorado liggen de verboden grotten, een mysterieuze wereld verborgen onder de aarde, afgeschermd van de ogen van het publiek. Al meer dan een eeuw zijn deze grotten een verboden zone, omgeven door legendes die de nieuwsgierigheid van avonturiers over de hele wereld hebben aangewakkerd. Ontdekt in de 19e eeuw door mijnwerkers op jacht naar schatten uit de aarde, werden deze ondergrondse kamers al snel afgesloten vanwege de gevaren die ze herbergden. Maar wat binnen die verborgen diepte ligt, is het onderwerp van fascinatie en speculatie. Er wordt gezegd dat de grotten een bedoverende wereld zijn, gevuld met glinsterende kristallen die de muren sieren en de ondergrondse meren zo helder als de hemel. Maar als de schoonheid van deze verborgen plek gaat gepaard met verhalen over onverklaarbare en bovennatuurlijke krachten. Sommigen durven als beweren dat er vreemde buitenaardse wezens schuilen in de donkerste hoeken van de grot, wachtend in de schaduwen. Nummer 11. In het wilde en woeste landschap van British Columbia, Canada, ligt er een grot die alleen de dapperste durven te verkennen, de Sarlacc Pit God. Het is een doolhof van geheime tunnels, krappe doorgangen en verraderlijke rotsen die zelfs de meest doorgewinnende avonturiers op de proef stellen. Maar wat deze god echt berucht maakt, is niet alleen het gevaarlijke terrein,
Nee, er gaat een legende rond die de harten van zelfs de meest sceptische bezoekers sneller doen kloppen. De god zou namelijk zijn naam te danken hebben aan angstaanjagende Scarlet Pit monster uit het Star Wars universum. Verhalen van locals vertellen over een wezen dat verdacht veel lijkt op het legendarische monster, compleet met tentakels en een gapende mond die groot genoeg is om je in één keer op te slokken. Het was alsof ik de hoofdrol speelde in een eigen horrorfilm, zei een ooggetuige. Dat ding had een bek. Je wilt niet weten hoe eng dat was. Maar de echte gevaren van de Scarlet Pit god zijn niet de monsters uit onze fantasie. Het zijn de onvoorspelbare rotsformaties en de plotselinge diepte die echt levensgevaarlijk zijn. Velen hebben ook geprobeerd de geheimen van deze mysterieuze god te onthullen, maar niet iedereen is teruggekeerd om het verhaal na te vertellen. Nummer 10. Op een koude nacht in februari 2019 onthulde een groep archeologen een geheim dat eeuwenlang verborgen was gebleven in de schaduwen van de Creswell Greggs-grotten in Nottinghamshire. Ze stuitten op wat nu bekend staat als de grootste verzameling heksenmarkeringen in heel Groot-Brittannië. Deze mysterieuze tekens, gekrast in de steen bij de grotingang op de muren en rondom de haard, vertellen een angstaanjagend verhaal. De markeringen, zorgvuldig gemaakt met scherpe voorwerpen, tonen patronen zoals VV voor Virgil Virginum en PM voor Per Mariam, bedoeld als schilder tegen heksen en kwaadaardige entiteiten. Deze fascinerende ontdekking biedt een glimp van de intense bezorgdheid en het bijgeloof dat de mensen van die tijd in de ban hield. Maar de makers van deze markeringen waren niet de enige bewoners van deze grotten. Creswell Crags heeft een lange geschiedenis van menselijke aanwezigheid die teruggaat tot in de ijstijd. Generaties lang zochten mensen dus een toevlucht in deze grotten, een traditie die zich voortzette tot in de middeleeuwen, de periode waarin deze markeringen werden aangebracht. Het was een tijd waarin kerken en huizen vaak werden voorzien van vergelijkbare symbolen, maar de aanwezigheid van deze tekens in een god is een zeldzaamheid. Het suggereert dat de Creswell Crags in tijden van sociale onrust dienen als een veilige haven. Nummer 9. In het hart van het Yucatán schiereiland in Mexico, verborgen onder een wildigere jungle en onder de brandende zon, vind je de mysterieuze hel Bell's Cenote. Dit natuurwonder, beroemd op zijn kristalheldere water en indrukwekkende rotsformaties, is een poort naar een wereld vol geheimen die smeekt om ontdekt te worden. Talrijke expedities hebben geprobeerd het complexe netwerk van onderwatergrotten en doorgangen te verkennen, maar het volledige mysterie is nooit onthuld. Er wordt gefluisterd dat deze donkere waterwegen wellicht leiden naar Xibalba, de legendarische Maya-onderwereld, of zelfs schuilplaatsen van de nog onbekendere zeedieren. Het Yucatán-schiereiland herbergt de langste onderwatergrottenstelsels ter wereld en de Hell's Bell's Cenote maakt deel uit van dit gigantische netwerk. Avonturiers die dieper duiken dan het serene oppervlak nemen het risico te verdwalen in het eindeloze labyrinth van grotten, een reis zonder garantie op terugkeer. Duikers waarschuwen ook voor de gevaren die op de loer liggen en het risico om te verdwalen in deze verborgen wereld die zo groot is. Nummer 8. Verscholen in de Himalaya van Nepal ligt Mustang, een geheimzinnig grottensysteem vol mysteries. Deze grotten, zo oud dat ze de tijd zelf lijken te tarten, dienen ooit als een toevluchtsoord voor mensen die de ruige wildernis trotseerden. Volgens de overlevering werden de grotten gebouwd door goden of demonen, bewakers van diepe onderaardse schatten. Een andere legende vertelt over onsterfelijke monniken met magische krachten, meesters van de geheimen van het eeuwige leven, die betoverende beeldhouwwerken en muurschilderingen achterlieten. En dan is er nog het verhaal dat de grotten het decor vormden voor rituelen van de Bon-religie, dienend als een portaal naar de onderwereld voor communicatie met de geesten. Een eeuwenoude legende biedt Mustang een uniek kijk in een wereld die zowel mooi als mysterieus is, een plek waar het verleden vandaag de dag nog steeds voortleeft. Nummer 7. Alleen al de naam van deze god zal je de rillingen over je rug laten lopen. De god van de horror ligt gelegen nabij de stille, uitgestrekte wateren van de Dode Zee in Israël. Deze locatie herbergt een ontdekking van de westelijke Dode Zeerollen. Dit zijn oude manuscripten die licht werpen op de vroegste versies van de Hebreeuwse Bijbel en de religieuze levens van oude Joodse gemeenschappen. Ontdekt in het midden van de 20e eeuw zijn deze rollen niet alleen archeologische sensatie, maar ook een venster naar het verleden dat ons een zeldzaam inzicht geeft in een lang vervlogen tijd. Met zijn donkere gangen en diepe kloven die lijken te leiden naar onbekende afgronden, onthult een gevoel van onheilspellende stilte de grot.
voor de avonturiers en geschiedenisliefhebbers die de mysteries van onze wereld willen ontrafelen, biedt deze plek een angstaanjagend, maar onweerstaanbaar avontuur. Nummer 6. Het mysterie van reuzenskeletten, verborgen in de donkere hoekjes van grotten, prikkelt al generaties lang onze fantasie. Maar wacht tot je hoort over de recente foto die het internet op zijn kop zette, een gigantisch slangenkarkas. Deze onthulling heeft mensen doen speculeren over epische gevechten tussen een lang verloren verschaving van reuzen en deze kolossale slangen. Van de Griekse mythologie tot inheemse folklore, slangen zijn vaak afgebeeld als formidabele wezens met een mix van ontzag en angst. En hoewel wetenschappers nog moeten stuiten op onweerlegbaar bewijs dat reuzenslangen onze planeet ooit hebben bewoond, breekt de legende van de Titanoboa boekdelen, een prehistorisch monster dat naar verluidt 15 meter lang werd. Deze verhalen voeden de speculatie dat ergens in de ongerepte diepte van onze wereld bewijs verborgen ligt dat deze mythe tot leven kan wekken. Nummer 5. Verborgen in de diepte van de Sanjan in Iran ligt een grottenstelsel dat een ontdekking herbergt die zo uit de verhaal lijkt te komen, de Zoutmannen. Deze oude mummies, voor het eerst aan het licht gekomen in de jaren 90, bieden een blik op een vergeten wereld, perfect geconserveerd door de tijd dankzij het zout dat hen omhult. Deze mannen, die vermoedelijk mijnwerkers waren in het tijdperk lang voor de onze, ontmoeten hun noodlot door een plotselinge aardbeving. Ingesloten door het lot lieten ze een erfenis achter die duizenden jaren later werd ontdekt. De zoutkristallen hebben de lichamen van deze mijnwerkers bewaard in een staat die bijna even levend lijkt als de dag dat het noodlot toesloeg. Door de zoutmannen hebben archeologen een uniek inzicht gekregen in het dagelijkse leven, de kleding en zelfs de diëten van mensen die in het oude Perzië leefden. Deze gemummificeerde figuren dienen als een herinnering aan de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan tegenover de onverbiddelijke krachten van de natuur. Tegelijkertijd zijn ze een testament van het vermogen van de natuur om te conserveren wat anders verloren zou gaan in de tijd. Nummer 4. Stap binnen in de schimmige wereld van de hellevuurgrotten in Westwijk-Combe in Engeland, een plaats doordrenkt van legendes en mysteries. Gecreëerd in de 18e eeuw dienen deze tunnels en verborgen kamer als het geheime toevluchtsoord voor de Notiere Hellfire Club, een verzameling van elite die zich overgaf aan occulte rituelen en ongebreide uitspattingen. Binnen de kille muren van de hellevuurgrotten wordt gezegd dat de echo's van het verleden nog steeds rond waren. Bezoekers spreken over een onmiskenbare sfeer van angst en onrust die door de gangen zweeft. Maar niets is zo verontrustend als de verschijning van de Witte Dame. Een spookachtige aanwezigheid die door de schaduwen daalt. Is zij de ziel van een vrouw, verloren in een tragedie binnen deze stenen muren? Of misschien is het de geest van een non wiens leven bruut werd ontnomen door de leden van de Hellfire Club? Wie ze ook mag zijn, een ontmoeting met de Witte Dame laat een onuitwisbare indruk achter en een herinnering die je mee zal nemen lang nadat je de god hebt verlaten. Nummer 3. Verstopt in de dichte jungle van Thailand ligt de mysterieuze Naka-god, een plek die een angstaanjagende bewoners huisvestte, namelijk de beruchte Monoklet-cobra. Deze giftige slangen zijn meesters van camouflage en dodelijkheid en hebben van de god hun koninkrijk gemaakt. Bezoekers worden dringend geadviseerd om op hun hoede te zijn, elke stap te overwegen en vooral de cobra's niet uit te dagen. Maar de echte schrik van de Naka-god is niet alleen de aanwezigheid van deze giftige bewakers. Volgens oude legendes schuilt in de diepste schaduw van de god een wezen zo mythisch dat het haast ongelooflijk lijkt. Een gigantische slang, bewaker van een onderwereld die niet van deze wereld is. Degenen die beweren het monster te hebben gezien spreken van een wezen met de dikte van een boomstam en ogen die gloeien als vurige kolen. Nummer 2. Verscholen in de majestueuze oostelijke Alpen onthult de IJzerische Weld zich als een rijk van eeuwige winter en verborgen geheimen. Ontdekt in 1879 staat deze ijsgod bekend als een van de grootste in zijn soort, een wonderland van glinsterende ijsformaties en adembenemende natuurlijke kunstwerken. Maar achter de serene schoonheid schuilen verhalen die het bloed doen stollen. Fluisteringen van bovennatuurlijke entiteiten en onzichtbare geesten vullen de koude lucht van deze ijzige halle huizen. Of deze verhalen nu in de verbeelding zijn geworteld of een kern van waarheid bevatten, ze voegen een laag van mysterie toe aan de al intrigerende god. Bezoekers spreken vaak van een onheilspellende sfeer die de god omhult, een gevoel van niet alleen te zijn in de uitgestrekte bevroren gangen.
De IJzerische Weld is ook niet alleen een natuurwonder, maar ook een canvas voor de rijke tapestry van verhalen en legendes die de mensheid al eeuwenlang fascineert. Nummer 1. Verborgen in de schaduw van de grot van Brunekil in Zuidwest-Frankrijk ligt een raadsel dat de wetenschappelijke gemeenschap al jaren in zijn greep houdt. In een afgelegen hoek van deze duistere grot stuitte men op een architecturaal wonder, namelijk een ring van stalagmieten, zorgvuldig geordend in een perfecte cirkel. Deze pilaren van steen, opgericht met de precisie die de tand destijds heeft doorstaan, dateren van zo'n 175.000 jaar geleden, achtergelaten door de handen van een prehistorische beschaving. Het werpt een nieuw licht op de diepte van de menselijke geschiedenis en daagt ons uit om onze aannames over onze voorouders te heroverwegen. De zorgvuldige plaatsing van deze stalagmieten roept de beelden op van een samenleving die in staat was tot ingewikkeld denken en symbolische expressie, lang voordat de moderne mens zijn intrede deed. De theorieën over het doel van deze stenen cirkel lopen uiteen. Sommigen zien het als een spirituele of ceremoniële plek, een heiligdom waar oude rituelen werden uitgevoerd. Anderen speculeren over een meer praktische functie, zoals een primitieve astronomische kalender, mogelijk gebruikt om de cycli van de maan te volgen. Wat de ware betekenis van deze cirkel ook mag zijn, het staat buiten kijf dat de vroege mensen die deze structuur creëerden, beschikten over een opmerkelijke intelligentie en creativiteit. Vind jij God te eng en heb je er wel eens één bezocht? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.